gaan nog even door op het big data thema. Marcel Knip van Onsite gaat bedreigingen en disrupties komen van uit onverwachte hoek. Dat is het hele omveld. Vroeger waren de bedreigingen en disrupties vaak van financiële aard, maar ze komen nu ook wel vandaan waar je ze juist niet verwacht. En ben ik wel met big data analyse daar ook een interessant perspectief op. Ja, dat we ze juist wel kunnen verwachten. Dat, maar het is inderdaad, het is heel snel gegaan. Dat, ik ga met name even hebben over hoe organisaties met elkaar samenwerken. En ja, wat dat betreft, als je nu kijkt naar de digitale samenwerkingen tussen organisaties, of het nou delen van informatie is, of echt in de supply chain. Ja, de digitale verbondenheid tussen organisaties wordt zo groot. Dat die, en daar hadden we het over, van dat de impact daarvan vaak veel groter kan zijn bijvoorbeeld dan de financiële afhankelijkheid die je van elkaar hebt. Hè. Dat overleef je vaak, vaak op maanden of jaren. Terwijl als je in de digitale afhankelijkheid, als daar wat gebeurt, dan er zijn verschillende voorbeelden te noemen. De vorige spreker heeft al behoorlijk wat over big data gezegd. Ik wil het ook niet specifiek over big data hebben. Ik wil het meer hebben over wat er mogelijk is geworden en met name op het gebied van, ja, zoals we dat noemen, vendor risk management of third party risk management, supply chain management. En dus daar waar je met meer de organisatie samenwerkt, wat voor risico's introduceert dat, primair op het digitale domein. Ik weet niet, zijn er mensen hier verantwoordelijk voor zeg maar leveranciers of voor andere partijen? Zit dat in een dagelijkse gang, aantal? Nou, eerst even over mij. Ik ben werd al geïntroduceerd. Ik ben van Onsite en van, nou, waarom vertellen we hier nou over? Wij als organisatie houden we ons alleen maar bezig met security. En dat was, vroeger was dat veel meer echt in het voorkomen van, dus echt preventieve maatregelen. Daar waar je nu, en daarom ja, ademen we bijna big data. Je krijgt zoveel informatie, krijg je samen, dat het steeds meer mogelijk wordt om allerlei beslissingen te nemen. En met name op je enterprise niveau, maar met name ook richting je vendoren, richting je partners waarmee je samenwerkt. Nou, ik gaf het al aan, we werken met z'n allen samen. Hè. Dus zeker als je de analyse van je eigen organisatie maakt, dan zitten er allerlei partijen zitten er om je heen. Je hebt uiteraard je klanten, je hebt je leveranciers, je hebt misschien investeerders, je hebt de bank, je hebt zoveel partijen om je heen. En overal deel je data mee, hè. Het zij direct, het zij indirect. En die zijn van invloed op de digitale risico's die je loopt. Nou, ga je nou weer verder kijken, want we kijken vaak alweer op bedrijfsniveau, maar dan zie je ook dat binnen het bedrijf, dat je dus ook allerlei digitale relaties hebt. En het zal natuurlijk ook niet de laatste keer zijn dat je aan de ene kant hele strakke regels maakt van zo gaan we met elkaar om, terwijl aan de andere kant marketing denkt van ach, weet je wat, we gooien even het klantenbestand even naar een telemarketingclub en gaan we bellen. Dus je ziet dat er binnen een organisatie gewoon verschillende ecosystemen zijn waarbinnen mensen opereren. En dit ziet er nog redelijk makkelijk uit als je het echt gaat analyseren, dan ziet het er meer zo uit en dan moet je die kluwen ontwaken. Nou, en wat betekent dat nou? En dat is heel hard gegaan, hè? Dus er werd vanochtend ook al gezegd van, de iPad is nog maar 5 jaar oud, maar het is met name door de hele mobiliteit, het gebruik van de cloud. Ik zal even wat verstaan. Ja. Zijn we echt hyper-connected geworden? En Heeft die digitale connectiviteit, die is van invloed op allerlei bedrijfsrisico's. Ik heb hier een voorbeeld genoemd, dat is door Aon, is dat samenstel, maar die hebben generiek bekeken van, goh, wat zijn nou de generieke bedrijfsrisico's die je loopt als organisatie. En nummer 1 staat bijvoorbeeld reputatieschade, nou, dat is kan een heel groot risico betekenen. De economie, maar zaken als wet en regelgeving. Er is van alles en nog wat hier. Ze zitten echt specifiek hacking en crime. En als je dan kijkt van, goh, als je dan met partners samenwerkt, dan zie je echt op een heleboel terreinen, zie je dat je risico's gaat lopen.
He, dus als jouw gegevens via een andere uitlekken, ja, dan, dan raakt het ook jou in je reputatie. Ja, de wet en regelgeving natuurlijk, die privacywetgeving, die is natuurlijk behoorlijk aangescherpt. He, dus daar loop je echt serieus risico's als anderen ook met jouw informatie omgaan. Deze cijfers? Nee, ik had de top 1 en zo. Ja, E.ON, dat is op zich best een aardig, dat is net dit jaar gepubliceerd. E.ON is een verzekeraar. Verzekeraars die zijn natuurlijk, hun levensader is risicomanagement. En hoe groter het risico, hoe beter dat de verzekering is. En dus hebben zij, dat is... heel veel organisaties hebben ze gewoon allerlei interviews gehouden van wat is nou je nummer 1 risico? En als dat risico zo hoog is, en dat zie je nu bijvoorbeeld op die cyberverzekeringen, dus cyberverzekeringen zijn een van de snelst groeiende markten, ja, daar stappen verzekeraars op in, omdat daar waar de risico's zijn te lopen, zijn er verzekeringen te verkopen. Maar dit zou je gewoon bij aan, kan je dit gewoon downloaden. En, dus gewoon, en waar ik hier heb gekeken is van, als je nou met derden samenwerkt, op welke risico's loopt dat in? Nou, Verizon is een ander rapport wat onlangs is gepubliceerd. En daar geeft men ook al aan, van in 70% van, laat ik zo zeggen, Verizon doet dat niet zelf, dus het doet dat met allerlei andere organisaties. En ook de Nederlandse security organisaties leveren informatie aan. En al die gegevens is men erachter gekomen van alle attacks die onderzocht zijn, dus alle aanvallen, daarvan blijkt dat in 70% van de gevallen dat er ook andere organisaties bij betrokken zijn. En dat is natuurlijk best wel veel. Nou, er zijn een paar behoorlijk in het nieuws geweest. Ik denk, voor het Target natuurlijk. Hey, dus daar zijn de kassensystemen zijn leeggehaald op creditcardinformatie. Maar dat is via de airco-leverancier, die connecties is mij binnengekomen. En dus daar zie je dat je wel degelijk een tweede hebt. Nou, RSA is gek om Lockheed Martin te kunnen benaderen. Nou, DigiNota hebben we hier natuurlijk in Nederland meegemaakt. Men is er nooit achteraan geweest om specifiek DigiNota te gebruiken, maar juist de informatie eruit te halen, zodat op andere plekken mijn data kon onderscheppen. Maar je ziet dat het met name die cyberrisico's die in die partnersystemen, die hebben meer impact. KPMG van ga er rekening mee houden dat binnen niet al te lange tijd die cyberrisico's mee gaan wegen in je kredietwaardigheid. En dan ga je natuurlijk wel meteen merken. Dan merk je wel of ik mag niet meer zoveel lenen of ik moet meer rente betalen. En ik vond het wel grappig, dit is vorige maand ergens verschenen en twee weken later, en men refereerde daar al aan, bijvoorbeeld aan Standard & Poor's, die gebruiken ratings om de kredietwaardigheid van een organisatie te bepalen. En feitelijk bepaal je dat, men weet niet alles van de organisatie, men weet een aantal dingen, de gedeponeerde jaarrapporten, men ziet wat betalingsgedrag op facturen, er zijn gewoon wat externe factoren waar mensen op richten en op basis daarvan kan je beoordelen van kan je een waarde geven, een rating geven aan een kredietwaardigheid. En men stelt eigenlijk voor, zo zou men dat moeten doen. En hier refereert men aan Standard & Poor's. En we zitten natuurlijk in die wereld. Het meest frappante is dat echt nog geen twee weken later komt Standard & Poor's uit. Wij gaan voortaan cyberrisico's meewegen in je kredietwaardigheid. En we beginnen bij banken. Voor banken is dat van enorm belang natuurlijk, want een procentpunt meer of minder rente die je moet betalen, met de miljarden die daarin omgaan, hebben natuurlijk hele grote consequenties. Dus dat heeft grote gevolgen. Nou, en dit kwam maandag, kwam dit in de krant afgelopen maandag, weer een beetje actueel te zijn. En dit is een bericht dat komt bij Reuters vandaan, waarin men een aantal verzekeraars heeft geïnterviewd. En daar wordt aangegeven van, die premies voor die cyberverzekeringen, die gaan behoorlijk omhoog. En dat heeft er alles mee te maken dat de risico's omhoog gaan en de schades omhoog gaan. En daarom gaan je premies omhoog. En die zijn behoorlijk
aan het stijgen. Nou goed, de grootste cyberverzekeraars, AIG en ACE, die onderschrijven dat. En er wordt helemaal aangegeven, bijvoorbeeld voor Anthem. Anthem is de tweede grootste zorgverzekeraar in Amerika. Nee, die zijn vorig jaar ook gehackt. En die hebben hun cyberverzekering moeten vernieuwen. Ik weet niet of iemand enig idee heeft. Ze moeten een stukje eigen risico dragen voordat er uitgekeerd wordt. Heeft iemand een idee wat het eigen risico is dat daar is bepaald? Noemen ze een mooi bedrag? Een miljard. Ja, nee, 25 miljoen. De eerste 25 miljoen moet men zelf dragen. En men wil niet meer hoger gaan dan een dekking van 100 miljoen. Wat dus betekent dat je dat je serieus grote risico's gewoon niet meer kan verzekeren. Dus ja, daar zou je zelf je maatregelen voor nemen. Maar goed, dat we alles gezegd hebben, ja, loop je risico's omdat je samenwerkt met andere bedrijven, andere organisaties. En hoe ga je die nou aanpakken? Nou, daar heb je wel wat middelen voor. En die middelen, ja, die kennen de meesten. Ik zat onderweg in de auto, zodat ik denk van ik mis er zelfs nog één. Maar je kan assessments doen, je kan vragenlijsten sturen, een aantal specifieke vragen stellen. Hey, zeker bij bij kritische leveranciers, hey, dan kan je bijvoorbeeld ook echt via pentesting bijvoorbeeld kijken van goh, wat is nou het echte security niveau, zodat je wat gerichter vragen kan stellen. De audits vallen daaronder, en dat is, zo werkt dat bij ons ook. Dan krijg ik van onze security officer, kreeg ik meteen alle security handboeken ermee en dan moeten we s'avonds goed studeren en dan weet ik volgende dag precies of de policies goed zijn, zodat we de audit weer doorlopen. En dat is eigenlijk van die audit doorloop je altijd. Maar een van de grote uitdagingen hierin is dat die processen, die zijn veel meer gericht op bijvoorbeeld financiële processen, waar het niet, die zijn veel langzamer. Terwijl in die digitale wereld, ja, je kan vandaag kan er niks aan de hand zijn en morgen kan je gehackt worden bij wijze van spreken. Hey, of kan er van alles gebeuren. Hey, dus die processen die zijn zwaar handmatig, ze zijn behoorlijk kostintensief, ze zijn ook erg subjectief, hè, omdat ik s'avonds nog even goed de procedures heb doorgelezen, lijkt het net alsof ik dat echt, dat ik daar ook naar handel. En met name de frequentie, die is gewoon echt veel te laag in de snelle wereld met de cyberrisico's. Dus ja, het gaat over big data en dat is nou het hele mooie, dat die big data die geeft ons allerlei mogelijkheden om hier wel wat mee te doen. Dus hoe willen we dat gaan doen? Door eigenlijk gebruik te gaan maken van ratings. En daarvoor werken wij dan samen met een organisatie genaamd Bitsight. En die worden ook daarin gezien van, goh, dit is wel heel erg cool, omdat er een hele nieuwe methodologie is ontwikkeld om die risico's in kaart te brengen. En die verzekeraars die je daarnet zag, die hebben ook allemaal bij die basis, zijn ze aanwezig, we gebruiken allemaal dit soort technologie. Omdat ze natuurlijk wel vol continu moeten kijken van, goh, wat is een goede premie voor je, welk risico loop ik? Nou, wat is nou het idee erachter? Het idee erachter is dat je iedere organisatie die je kent, dat je die gewoon een cijfer geeft, een rating. En hoe hoger het cijfer, hoe beter je het doet, hoe lager het cijfer, ja, hoe slechter je het doet. Nou, kind kan wat doen, erg makkelijk. He, dus, en dan geef je wat waarderingen aan, en tot een bepaalde waarde vinden we het slecht, daarboven vinden we het beter. En wat je in ieder geval wil hebben, net zoals de credit ratings zijn, die worden gewoon dagelijks verzorgd, dagelijks een update, dus je staat dagelijks te kijken van, goh, hoe doet een organisatie dat? En dus en daardoor krijg je gewoon een dagelijks inzicht in de risico's die je loopt en kan je ook veel sneller ingrijpen. Stel dat ergens bij een leverancier waar belangrijke data van jou aanwezig is, of die een deel van jouw proces overneemt, of die, weet ik veel, systemen van je beheert. Ja, op het moment dat je merkt van, hey, het security niveau loopt daar naar beneden, dan kan je op dat moment kan je maatregelen nemen en niet naar de volgende audit. Dus dat is het idee erachter. En hoe wordt dat nou gedaan? En daar komt die big data variant in.
hebben ontzettend veel informatie. Er is ontzettend veel informatie die er wereldwijd geproduceerd wordt. Die produceren we eigenlijk met ons allen. Elke klik die we doen, elk mailtje wat we sturen, dat laat allemaal sporen achter op internet. En al die data, als je die verzamelt, dan kan je een hele mooie conclusie uittrekken. En het is geen ook een hele spannende data, hè? Want deze data wordt allemaal gebruikt binnen al jullie netwerken. In de huidige spamfilters, in de firewalls, in de proxies. Die gebruiken allemaal dit soort informatie om te bepalen of een systeem wel of niet een goede reputatie heeft. Hè. Dus dit soort zaken zijn er al. Alleen je moet er niet technisch naar gaan kijken, maar we gaan er op een andere manier naar kijken. Nou, om een idee te hebben, hè, er zijn zo'n 100 bronnen die worden aangeboord. En nou, dan praat je over zo'n 20 miljard events per dag, security events per dag, die je kan gaan analyseren. Grote aantallen, maar ook voor computersystemen valt het om. Nou, het idee is, je pakt al die data, en het is allemaal verschillende data, en je gaat het normaliseren, je gaat het mappen, je gaat het toewijzen aan organisaties, en op basis daarvan komt er een rating uit. En daar kan je vervolgens uiteraard alerts op loslaten van, stel dat er opeens een drop is en dat een rating bij een van je partners omlaag dondert, dan wil je op dat moment ingrijpen. Dus maar je wil ook verder onderzoek kunnen doen van waar komt dat nou eigenlijk vandaan. Ja. En wat kan je daar nou mee doen als ik die informatie dan heb? En je kan eigenlijk antwoord gaan geven op hele primaire vragen die werden mij 10 jaar geleden ook al gezegd van, hoe veilig ben ik nou eigenlijk? Of hoe veilig is mijn leverancier? En doe ik het, ben ik veiliger dan een ander? Doe ik het beter dan een ander? Of doe ik het beter dan mijn concurrenten? Dus dat zijn allemaal vragen, hele eenvoudige vragen. We hadden het vanochtend, werd het van, de boord wordt er niet bij betrokken. Dit zijn vragen die uit de boord komen. Ja, hoe veilig ben ik nou eigenlijk? En wat moet ik doen? En wat moet ik investeren? En ben ik dan veiliger dan mijn concurrent? Waar liggen de gegevens eerder op? En ook in de tijd van, heb ik jou die budgetgoedkeuring gegeven, ben ik nou veiliger dan vorig jaar? En wat je in de praktijk ziet is dat, ten opzichte van vorig jaar, met die stand van zaken kun je misschien wel veilig zijn, maar de buitenwereld is nog zoveel onveilig geworden dat als resultaat het toch weer slechter kan zijn. Nou, om een idee te geven, dan duiken we meteen in van hoe ziet dat er nou uit? Je ziet hier een aantal organisaties. En die organisaties, die krijgen gewoon een getal mee. En dat is de rating. En je ziet hier ook een trend over een afgelopen jaar. Je ziet hier, dit is redelijk vlak slecht. Je ziet er eentje hier, die doet af en toe goed, af en toe slecht, af en toe goed, af en toe slecht. En je ziet hieronder, ik kan nog wat door kunnen laten scrollen, zie je een organisatie die stabiel zo naar boven aan het klimmen is. Er zijn wel meer gegevens bij, maar daar zal ik straks nog wel even over hebben. Maar dit is bijvoorbeeld stel dan dat dit mijn leveranciers zijn en dan kan ik gewoon heel erg gaan bepalen van hoe veilig zijn ze nu eigenlijk? En als ik had het al over de questionnaires en de audits en allemaal dat soort zaken, dat is ook, als je kijkt in je digitale zaken doen, dan heb je heb je digitale verbanden. En een audit, ik kwam laatst bij een organisatie die vertelde dat gemiddeld kost een audit tussen de 60 en de 100.000 euro, een volledige audit per keer. Dus dan wil je natuurlijk, als je dan een lijstje hebt, van waar ga je dan je geld op inzetten? En ze hadden geen andere mogelijkheid dan gewoon maar, ik begin maar bovenaan. Terwijl misschien het hoogste risico wel als allerlaatste onderaan zetten of net daarbuiten zetten. Dus het geeft je ook een mogelijkheid. Want als je nu hier kijkt, wie doet er het slechtst? Van bovenaan. Hè? De laagste rating is het slechtst. Dus het is heel, heel makkelijk te begrijpen. En als je dan maatregelen gaat nemen, dan ga je dan met name daar richten. Dit is met name boord, van hoe doe ik het ten opzichte van de concurrentie, benchmarking. Doe ik het beter, doe ik het slechter, wat is de trend? Als iedereen
beter doet en ik blijf stabiel, dan doe je het relatief toch slechter. Maar als je dan weer inzoomt op een organisatie van, hé, hoe doet die organisatie dat precies? En hé, verrek, is hier wat? Van waar komt dat vandaan? En kan ik dat toepassen? Ja, waar kun je dat nou voor gebruiken? Hè? Wat zijn de use cases, hè? De toepassingen die hiervoor zijn? En die zien wij uit verschillende hoeken komen. En het is ook het leuke hier natuurlijk. We hebben ook mensen uit verschillende hoeken met verschillende achtergronden. Maar je kan bijvoorbeeld denken aan industry supervising. Nou, toezichthouders moet je gewoon maar even aan denken. Hè. Dus er zijn heel veel toezichthouders die een branche in de gaten houden. Of die een speciale industrietak in de gaten houden. Of dwingend zelfs moeten optreden. En hoe ga je dat nou in de gaten houden? Hè, zonder overal maar vragenlijsten in te vullen. Ja, die third party risks, hè, dat is echt op organisaties gericht. Iedere organisatie iedere organisatie die een beetje professioneel met risicomanagement omgaat, die betrekt zijn leveranciers erin. En hoe zit je dat nou in een proces? Nou, de benchmarking had ik al genoemd, hè, dat is met name richting marketing. Ik doe het beter dan de ander. Dat is natuurlijk wel een concurrerend voordeel, kan je daarmee krijgen. Ja, de cyberverzekeringen en was voor ons ook een verrassing, hadden we zelf van tevoren nooit over nagedacht van er zijn behoorlijk wat clubs die allerlei investeringen doen. Die zeggen van je vraagt vrij snel financiële gegevens op, maar de status van security is vaker meer bepalend voor de innovativiteit van een organisatie. Dus gebruik er daarvoor. Maar goed, wat je use case ook is, wat je er ook mee wilt doen. Hey, je wil wel precies weten wat je dan ziet, want het is leuk een getal, maar je wil weten waar dat getal vandaan komt. Hey, dus ik liet dit net al zien, je hebt een overzicht, er is hier een drop, daar zullen we straks even op ingaan. Maar je ziet hier bijvoorbeeld ik weet niet of dat te zien is, je ziet er een vlak achter van hoe doe je het ten opzichte van jouw branche. Hey, zit je erboven, zit je eronder, zit je een beetje in het midden. Je kan je eigen portfolio nog aangeven. Maar als je dan dat getal ziet, dan wil je weten van ja, waar komt dat nou vandaan? Nou, en dat getal, en dan praten we over security performance. Hey, hoe goed perform je in je security? Dat is feitelijk is dat opgebouwd uit een aantal factoren. Hey, ten eerste van hoe goed ben je voorbereid? Hey, dat staat hier onder diligence, hey, we noemen het wel ook wel security hygiëne. In hoeverre ben je goed voorbereid dat je gewoon goed met je security, met je digitale security kan omgaan? En dus ben je gepatcht, zijn al je configuraties staan die goed? Heb je geen rare poorten openstaan? Al dat soort zaken, dat zijn kenmerken waaraan je kan zien van, goh, dat is netjes voorbereid. Nou, dan heb je de events. En dat zegt veel meer over hoe je georganiseerd bent. En wij gaan ervan uit, ik ben eigenlijk nog een organisatie tegengekomen waar nooit iets gebeurt. Overal gebeurt wat. En nou, dat werd vanochtend ook, we gaan er maar vanuit dat het gebeurt. Maar hoe ben je nou georganiseerd om dat op te lossen? Dus als je ervan uitgaat dat je bijvoorbeeld af en toe een botnet hebt of af en toe een virus ontvangt, dan is het aardige met die technologie die ik net uitlegde, is van dat als die bij jou binnen is, zo'n botnet, dat kan je ook ergens op internet wordt dat waargenomen. En ik kan vervolgens kijken van, maar hoe lang zit dat botnet bijvoorbeeld bij je? En het zegt wat over een organisatie. Stel dat er een botnetinfectie is, heb je die binnen 5 dagen opgelost? Binnen 10 dagen, of binnen 20 dagen, of binnen 100 dagen? En ja, nou, stel dat je dat binnen 10 dagen heb je botnetinfectie de nek omgedraaid. Ja, dan zegt dat eigenlijk nog niks. Hè? Dus stel dat de rest van de markt er 15 dagen over doet, dan ben je met 10 dagen. Dan doe je het eigenlijk hartstikke goed. Maar doet de rest het in 5 dagen, ja, dan doe je het eigenlijk weer slecht. Dus het is een hele samenloop. Maar dit zegt heel erg, en nou goed, dat komt ook weer in een aantal zaken tegen van. Dus zijn zaken die nu gebeuren, hoe snel reageert de organisatie erop? Dat weer naar een status komt die algemeen geaccepteerd is. Nou, user behavior, dus gebruikersgedrag.
He, dat, we hadden het net al over voorlichting. Hoe gedragen gebruikers zich? He, dus als er, veel, als er van alles en nog wat gedownload wordt, wat, dat zegt iets over het gebruikersgedrag. He, dus daar kan je gebruikersgedrag uit afleiden. En dan kan je rating aan geven. En de data breaches, he, dus dat is... Dat gaat zeker naar de toekomst toe. En dat, er wordt hier ook al over gesproken. Er komen steeds meer registers waar gewoon datalekken worden bijgehouden. Nu komt er nog in de pers. Dan moet je de pers een beetje in de gaten houden van, goh, misschien is het bij een leverancier bij mij data gehad. Misschien is het wel mijn data. Nou, dat wil je natuurlijk weten. Ik weet eigenlijk geen eerste status, maar er worden registers bijgehouden ook. Bij het Nederlands meldpunt datalekken. Alleen hoe dat er allemaal uit gaat zien, dat weten we niet. Maar als dat openbaar wordt, dan krijg je dat op. Maar goed. De brondata is openbaar. En of je daar nou helemaal openbaar aan kunt komen, dus openbaar betekent niet altijd gratis. Maar het is dezelfde brondata als er nu door allerlei security systemen wordt gebruikt. He, dus als de firewalls, als je spamfilters, als je proxies. He, al die data, ja, als je er op een andere manier naar kijkt, kan je eruit afleiden van, goh, enerzijds gebruik je bijvoorbeeld van, hey, dit is een IP-adres waar een botnet of een command and control server zich bevindt. En je kan er ook aan uit afleiden van, ja, iedereen die daarmee communiceert, die is geïnfecteerd. Dat weet ik net, de andere kant op. Maar het is openbare data, maar je moet wel zorgen dat je die data krijgt natuurlijk. En dat is niet altijd gratis. Maar goed, ik gaf het net aan en dan zie je hier bijvoorbeeld, er wordt hier op botnets wordt een F-rating, hè, dus het werkt van A tot F, een beetje via het Amerikaanse model. Maar waar komt die F dan vandaan? Dat is natuurlijk ook wel aardig om te weten. En dan duik je dieper in de gegevens, dan kom je steeds meer bij die brondata. Nou, hier zie je een overzicht van, ik geloof dat de rode zijn de botnets, in het afgelopen jaar van, goh, welke events zijn er allemaal geweest? En hoe groter het bolletje, hoe trager je erop gereageerd hebt. En dus dat is op verschillende events en je ziet hieronder al een aantal zaken terugkomen die hier verder uit worden gewerkt. Van, nou, en als je dan op een gegeven moment echt erin wil duiken, dan zie je gewoon, ja, met naam en toenaam, precies wanneer wat is gebeurd. Zodat, stel je dat je dat in je partnermanagement bijhoudt, dan kan je dus heel gericht vragen stellen. In plaats van dat je vraagt van, goh, volg je altijd je procedures? Ja, ik volg keurig mijn procedures. Nou, dat is mooi. Maar we hebben dit gezien, maar dat valt voor mij wat buiten je procedures. Van, hoe komt dat? Dus je kan veel gerichter. Ik denk zeker niet dat je ouders en allemaal dat soort zaken weggaan. Maar je hebt veel hardere, veel tastbaardere informatie om hiermee om te gaan. Nou, een voorbeeldje van een use case. Het is ook, was onlangs vrij veel in het nieuws. SuiNet, kent iedereen dat? Ja. Heeft iedereen de problematiek gevolgd? SuiNet is zeg maar de database waar alle gegevens van de sociale verzekeringen zijn opgeslagen. Iedere uitkeringsgerechtigde die heeft een entry in SuiNet en de gemeentes die er dan weer verenigd zijn in de Vereniging van Nederlandse Gemeentes, die hebben een koppeling met SuiNet om de uitkeringen te regelen of mutatie door te kunnen voeren. Ja, en wat is er nou gebeurd, is dat SuiNet zegt van, nou, dat is prima, dat is ook hartstikke goed dat die koppelingen er zijn, want die gemeentes moeten die uitkeringen doen en anders moeten ze elke keer, ja, moet je als burger, moet je al je bewijsmateriaal meenemen van, nou, goh, geef mij maar mijn geld. Dus dat is mooi geautomatiseerd. Alleen, SuiNet wat onder SZW valt, heeft aangegeven, ja, maar gemeentes, jullie veiligheid is niet goed op orde. Hey, we komen een aantal incidenten tegen en dat moet naar een hoger niveau. En anders, ja goed, dat is nu natuurlijk de politieke discussie van, ja, je kan niet zomaar een gemeente afsluiten. Ja, dat kan je wel doen. Maar ik denk als je hier in Amsterdam zegt van, oké, ik weet niet wat de Amsterdam hierin doet hoor. Maar stel dat je het
dat je zegt van, nou ja, we kunnen niet uitkeren. Nou, voor mij keert Amsterdam af en toe door uit, hè. Dat is wel een beetje een verkeerd voordeel. Maar ik kom uit Arnhem, stel dat je dat daar doet. Ik weet zeker dat de volgende dag dat je de binnenstad helemaal vol hebt staan van mensen die hun geld kan maken. Dus ze zitten daar wel in een spagaat. Maar dat is de problematiek. En er wordt aangegeven van, nou, dat moet echt hoger worden. En toen dachten we van, nou, goh, we zien dat. Van, zien wij dat nou terug in die ratings? Nou, we hebben wel wat geanonimiseerd. Maar we hebben even 14 grote gemeentes op een rijtje gezet. Allemaal uit de, ja, zoals we dat dan noemen, de top 50 van grote gemeentes. Probeert dat onherkenbaar te maken. En van, komen we dat nou tegen dat veel gemeentes hun veiligheid niet op orde hebben? Nou, en als je hier gaat kijken, dan zie je het eigenlijk al van, er zitten een groot aantal rood, er zitten nog een paar blauw. Maar ik moet zeggen, dit hebben we 2 maanden geleden gemaakt, om laatst nog eens te kijken, er is behoorlijk wat richting het rode gegaan. Maar we kunnen wel samenvatten, is dat er gewoon, 11 hebben gewoon een niet goede score. Er zijn gewoon zaken aan de hand die zeker beneden het gemiddelde liggen. Als we naar de trending kijken, ja, dat is hier een beetje moeilijk samen te vatten, maar heel langzaam zie je hem naar beneden gaan. Dat is zorgwekkend. We hebben wat verder dieper gekeken van waar komt dat nou door. Nou, het wordt met name bepaald door het aantal infecties. Dat zien we toenemen, hey, over de verschillende gemeentes. En het duurt ook nog eens steeds langer voordat men het opgelost krijgt. En dus dan, je kan dit zou je als toezicht kunnen houden, kunnen veel specifieker kunnen kijken van, nou, oké, laten we nou bij deze organisaties beginnen om die processen wat beter op orde te krijgen. Maar is al nog 10 minuten? Nog 10 minuten? Ach, dan redden we ruim, want ik kwam al bijna aan mijn conclusies. Maar we hebben ook nog wat tijd voor vragen, als er vragen zijn. Een heel verhaal. En wat maakt Big Data, wat maakt het nou eigenlijk mogelijk en wat is waar wij gewoon heel veel vragen over zien, is dat toch organisaties werken met organisaties. Voor de meeste organisaties is dat de basis van je bestaan of van je voortbestaan. En dat de risico's gewoon met de dag aan het toenemen zijn. En die digitalisering, als we naar de toekomst kijken, zal het alleen maar toenemen. Dus we moeten dat aanpakken en we moeten dat op een goede manier aanpakken. En wat we nou net hebben gezien is van, nou, stel nou dat je daarvoor ratings gaat gebruiken als een manier om dat aan te pakken. Ga je in ieder geval een aantal items die voorheen gewoon lastig te adresseren waren, kan je wel gaan adresseren. En de grootste voordeel is dat het continu is, maar dat het ook vooral objectief is, waardoor het vergelijkbaar wordt. Het geeft enorme mogelijkheden. Ik vergelijk het wel eens met mijn vader. Ik had altijd jaren had ik al mijn moeite om uit te leggen van, goh, wat is. Mijn vader is wat ouder dan ik, gelukkig. Maar die vond het heel moeilijk voor te stellen. Maar als je gewoon een grafiek laat zien, ja, dat voelt als een rapportcijfer. Nou, dat begreep hij vroeger bij mij ook prima. Of ik een goed of slecht rapport had. En dat maakt het gewoon veel makkelijker, veel geaccepteerder. En als jij er wat mee wil, dan kan je dieper gaan duiken. Maar met name op dat niveau kan je heel helder communiceren. Maar je kan ook met je leveranciers veel helderder communiceren. En uiteindelijk leidt het gewoon toch tot veel kostenbesparingen. Omdat als je het nu wil aanpakken, je hebt helemaal geen mogelijkheden om prioriteit te stellen. Wat doe je nou eerst? En daar valt gewoon heel erg veel in te verbeteren dan gewoon maar het proces aflopen, omdat we het proces zo hebben. Ach, we moeten daar slimmer en sneller mee om kunnen gaan. Dus wat dat betreft, mijn presentatie, maar ik zie al wat. Ik zie. Heel goed. Er was wel tijd, hè? Wat zeg je? Ja? Ja? Technisch gezien kan je volgens mij niet alle aspecten meenemen die je hierin zou willen meenemen om een goed beeld te scheppen van de volledige veiligheid van je bedrijf. Ja. Geef je dan geen schijnveiligheid met een hoge rating? Het bedrijf denkt, nou, ik heb 1000 punten. Het is een goede vraag. Daar ben je misschien net even wat te weinig over ingegaan. Een rating geeft een indicatie.
En een indicatie is geen werkelijkheid. Ik vergelijk het wel eens met als je bijvoorbeeld naar Dun & Bradstreet gaat, hè, daar kan je bijvoorbeeld je kredietwaardigheid, daar geven ze ook een getal voor uit. En dan kan je nog extra gegevens opvragen en dan zeggen ze van nou, we hebben het op basis van deze gegevens gecontroleerd. Hè. Dan worden een aantal facturen. Maar dat staat niet samen met de accountantsverklaring. Dus de accountant die neemt echt alle gegevens. En wat we hier doen is eigenlijk alleen maar naar de output kijken van een organisatie. En dus je kijkt, het maakt niet uit of je aan compliance moet voldoen, aan wat je dan ook moet voldoen. Het enige waar we naar kijken is naar de output die al jouw processen, hoe je ze ook in hebt gericht, hoe dat gepresenteerd wordt. En ja, het is een indicatie, het is geen waarheid. He, dus, maar het geeft wel een hele goede indicatie hoe je onderling vergelijkbaar iets doet. Maar het is je zegt niet zelf van het is veilig. He, maar het helpt je dus om een niveau te bepalen. Dus, maar en zo moet je er ook mee omgaan. En ik denk absoluut niet dat het volledig is. Maar dus met veel risicomanagement, hè, ook hoe je zelf omgaat, van op basis van enkele gegevens, denk je van, hé, ik moet meer aandacht besteden of minder aandacht besteden. Ja? Is het dan ook een indicatie ongeveer waar je bent? Ja. De vraag is van, is het ook een indicatie hoe weerbaar je bent? Nou, het laat zeker zien, het laat ook een heleboel aspecten zien. Ik zeg altijd van, als je het over beveiliging hebt, dan zijn er gewoon drie belangrijke factoren. Hè. Dus die technologie, daar wordt heel veel over gesproken. Maar dat zijn je mensen en je processen. En dat is feitelijk ook wat je hier doet. Hè. Je kijkt van, goh, hoe handelen mensen? Wat is de stand van je technologie? Hè, van inderdaad, heb je de goede configuraties toegepast? En hoe reageren jouw processen? En niet, hoe staan ze opgeschreven in het boek? Nee, hoe reageren ze nou echt? Hoe snel wordt een botnet nou echt weggehaald? En ja, daar kan je, dat is tot op het diepste, ja, daar is niks. En dat geeft een hele harde indicatie. Maar het geeft geen garantie dat als je het altijd in 5 dagen weghaalt, zo'n botnet, dan geeft het een redelijke indicatie. Is net zo bij betalingsgedrag. Hè. Als ik 10 keer zie, goh, je betaalt altijd precies binnen 30 dagen, dan is de kans veel groter dat je de volgende keer weer binnen 30 dagen betaalt dan dat je 10, 50 dagen, 20 dagen, 30 dagen. Dat zegt iets over hoe procesmatig je bent ingericht en daarmee ook hoe weerbaar je bent. Ja. Om de kwaliteit van zo'n model te kunnen bepalen, zal het handig zijn als het rekenmodel dat eronder ligt transparant is. Ja. Is dat zo? Is dat inzichtelijk? Ik zag straks de naam van PricewaterhouseCoopers rechts ergens staan. Is dat geoordeeld? Is daar een oordeel over gegeven? Ja, er zijn absoluut wat oordelen over gegeven. Het is niet zo dat er zeg maar al ergens een stempel op staat, omdat dat gewoon nog niet bestaat. Maar je ziet wel dat PricewaterhouseCoopers is een van de partijen die daar heel direct bij betrokken is. Voor mij is er nog een veel grotere waarde dat bijvoorbeeld hele grote verzekeraars gewoon echt dit model zijn gaan gebruiken. En die spelen met hun eigen geld. Hè? Dus het is iets anders dan. En daar gaat het om hele grote bedragen. Net zoals ik zei, je moet het echt zien als een indicatie. Hè? Het rekenmodel eronder is wel dat bijvoorbeeld de procesgang, hè? Dus die events, hè? Die worden aantoonbaar. Die worden voor 80% meegenomen, dus die zeggen veel meer over jouw organisatie. Ja, ja, er is openbaarheid. Maar goed, dan moet je echt onder geheimhouding kunnen we daar nog meer over. Nou, het is vervolgens, en dat is natuurlijk wel wat je ziet, is van op dit moment, en dat is een stuk marktwerking wat je krijgt. In principe als je zelf al die data gaat verzamelen. Ja, dan zou je zelf ook met dat soort modellen aan de slag kunnen gaan. En daar willen we natuurlijk wat bescherming voor. Maar we kunnen er van alles over vertellen, dus dat. En dit is soms wel eens de vraag. Ik zeg van, op een gegeven moment mis je die relevantie. Dat merk je ook bij Dun & Bradstreet. Ik ben op tijd en wij kregen op een gegeven moment een belletje van, ja, je mag niet meer bestellen. Ja, je mag niet meer bestellen, wat is er nou gebeurd?
Ja, nee, je rating is gedropt bij Dun & Bradstreet. Nou, ja, hoe kan dat nou? Wij hebben niks gedaan. Dus, ja, we hebben een ander rekenmodel zijn we gaan hanteren. Ja, maar waarom zitten wij zo laag? Oh ja, we missen nog wat gegevens van u. Oké. En dan kan ik hoog wel laag springen. Maar uiteindelijk kan ik gewoon een beetje zeggen, weet je wat, ik regel het maar. Want ik wil zaken blijven doen met mijn leverancier. Dus je staat anderen in de gaten te houden, maar realiseer dat anderen jou ook weer in de gaten staan te houden en dat ook verwerken in het proces. En ja, het belangrijkste is dat je, dat denk ik altijd, zeker als je met in partnermodellen werkt, zorg er nou voor dat je elkaar beter gaat maken. Ik kan zeggen, oh, ik ga geen, maar ik kan ook proberen van, hey, hoe kunnen we nou er met z'n allen voor zorgen dat we weerbaarder worden. Nou, ik denk dat zelfs, als ik nog even mag inhaken, dat transparantie bijdraagt aan de adoptie van het model. Ja. En niet alleen zo verzekeraars van hoe kunnen we ons indekken en of schade beperken, maar voor de, met name aan de vraagkant van de markt, van de organisaties die het zouden moeten toepassen, die hebben ook zelf alle belang bij, om zeg maar, preventief toch een aantal zaken geïnformeerd minimaal te zijn. Om... Maar de transparantie, dat zag je net, hè? Dat is tot in de brondata. Is het te zien. Ik ben nergens nog zo'n transparant model tegengekomen dat je echt tot aan de brondata, en dat kan je dan ook gaan controleren, en dat doen we hebben ook wel organisaties zeggen van, wat kan ik daarin nou toetsen? Nou, alles wat er hier waargenomen wordt, klopt dat? En net zoals ik zie van, dit is het betalingsbedrag, nou klopt dat met mijn eigen boekhouding. Ik heb een groter probleem als we via website wat waarnemen en je kan het zelf niet vinden binnen je organisatie, dan heb je nog een grotere uitdaging. Maar het is, ik vind het heel transparant, omdat het tot in detail je gewoon alle data geeft waarop beslissing wordt genomen. Ja? Nog een? Ja. Ik had dezelfde vraag. Oh, je hebt dezelfde, dat weet je nu al? Nee, als meneer Eens. Ja. Ja, ik vroeg me af of je als spender ook toestemming moet geven om in die database opgelopen te worden. Als spender, maar vendor dat is net wat voor mij een leverancier is, kan voor een ander een klant zijn. Dus de vendor is gewoon een organisatie, je moet je voorstellen. Nee, je geeft geen toestemming. Je bestaan is dat je bestaat. Je neemt een verantwoordelijkheid op je door je aan te sluiten op internet, door domeinnamen te registreren, door internetadressen. Die zijn allemaal op jou geregistreerd of op jou als organisatie of via moeder of dochter. En zo ontstaat je digitale footprint, zeg maar. En zo openbaar je op internet. Dat zijn jouw verantwoordelijkheden. En dat is wat er gewoon wordt bijgehouden. Het is wel zo dat niet per definitie iedereen in die database zit. En dus alle data is er wel, maar er zitten nu iets van 30.000 organisaties zitten erin. Alle grotere, bekendere namen die zitten er allemaal in. Maar je kan echt wel kleine organisaties vinden die er nog niet in zitten. Dat moet dan eerst gekoppeld worden. En ja, afhankelijk van de complexiteit van de organisatie is dat... zeg maar 2 tot 5 dagen. Stel dat je zegt van nou, ik wil er niet in zitten. Ja, dan, succes. Ja, dat wordt wel heel lastig. Want dat kan je bij. Dat kan je niet doen. Want je hebt gewoon, je draagt je verantwoordelijkheid. Dat wordt niet gedaan. Ja. Heb je dan wel eens een claim wegens reputatieschade tegemoet gezien? Wat zeg je? Een claim wegens reputatieschade. Ik heb hem nog niet tegemoet gezien. Okay. Nee. Dat kan zijn, hè? Dat zie je natuurlijk, dat kan zijn. Daarom is het, kijk, op het moment, er is niks gelogen, hè? Tot in de, en dan kan je wel zeggen, ja, je had het niet mogen zeggen dat ik een botnet heb. Het is niet zo dat ik, het zijn gewoon feitelijkheden. Maar je kan er wel wat discussies over hebben, maar goed, dat okay. We hebben nog niet gezien. Ja, dat is nog een vraag en dan moeten we afsluiten, zeker, of niet? Ja, dat klopt. Hebben jullie in dat opzicht nog een bepaalde zorgplicht die jullie voelen? Ja, nee, absoluut. Kijk, wij zien het, absoluut. Wij houden ons als organisatie houden ons alleen maar bezig met beveiliging.
En een van de lastigste punten is dat je juist die procesverbetering in gang wil zetten. Dat je dat handen en voeten wil geven. En wat dat betreft zijn hele concrete voorbeelden. Ja, die werken natuurlijk 10 keer beter om het handen en voeten te geven dan een hypothetisch voorbeeld dat zo werkt. Dus in die hoedanigheid, het ligt een beetje aan wat onze rol is. Hè. Dus kijk, organisaties zijn verantwoordelijk voor hun eigen partnerbeleid. En nou, wat onze verantwoordelijkheid daarin is, is dat wij ze begeleiden om dat handen en voeten te geven. Dus ik kan jullie vervolgens een vraag stellen dat jullie mij niet tijdig binnen de melkplichttafel dat ik iets verteld heb. Nou, dat op het moment dat je met ons een overeenkomst sluit, dat als wij in onze gegevens dat zien en actief in de gaten houden, dan zou ik zeggen, ja, dan mag je ons daar aansprakelijk voor stellen. Maar dat ergens iets, een conclusie kan worden getrokken die ik nu nog niet kan trekken, en achteraf, ja, dat had ik ook gezien. Ja, dan wordt hij wel wat vaag volgens mij. Ja, de volgende de afgelopen dagen had ik een bijzondere discussie met het college beschermingsomschrijvers over de rol en positie van het college zelf ook in de hele melkplicht. Want dat is ook nog een eigen, dat is ook nog een aantal aandachtspuntjes. Dus nu onlangs zijn die richtsnoeren voor de melkplicht gepubliceerd. We zetten in ieder geval ons beste beetje voor. We proberen dat zo goed mogelijk te regelen. Maar als je helemaal de wet volgt, wordt het eigenlijk wel heel lastig om je nek uit te steken. Ik kan er wel aan toevoegen dat we als je nog wat hulp vraagt, want ik kwam er net behoorlijk wat vragen. We staan achter in de zaal met onsite. Dan hebben we ook wat dingen staan en dan kunnen we echt gewoon wat dingen laten zien of één op één. Ja? Wat is nou, dus een afsluitende vraag van mij uit nieuwsgierigheid, wat is de toekomst van OpenSite? Ik zie nu Bitsite, dat is dus... Nee, wat onze toekomst is, wij zien gewoon een hele duidelijke verschuiving dat zeg maar het security, toen wij begonnen, dat in 1999, dat was echt een heel zwaar technisch verhaal. En wij zien die hele security veel meer verschuiven naar echte risk management. En dus dat je op basis van je risico's die je loopt, dat je op basis daarvan maatregelen gaat nemen. En we merken dat we gewoon steeds harder gewoon die connectie kunnen leggen. En dus daar waar je vroeger het risk management toch wat meer op basis van aannames deed, zitten wij veel meer, ja, we zien dingen gewoon gebeuren. We weten gewoon dat het gebeurt, want we zien het. En op het moment dat je daar dat risicomanagement aan kan koppelen, ja, dat, ik denk dat dat een hele mooie toekomst levert. Daar gaan we nog heel veel in doen. Maar de rating is natuurlijk een opportunity. Ja, absoluut. Absoluut. Ik denk dat wat dat betreft die hele digitale samenwerking, dat moet nog zoveel meer volwassen worden. En heel veel organisaties proberen dat handen en voeten te geven. Dus dat is ons nog wel heel roeren, ja. Was er reuze voor je gezicht? Ja, dankjewel. Ja. Hey, jullie hebben allemaal gedaan? Ja, we gaan even pauzeren en dan gaan we over een